Zullen beginnen met een gebedje te zeggen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, we danken u voor uw kerk, zij die ons mee op weg neemt naar Pasen, die al zoveel eeuwen mensen heeft voorbereid op dit hoofdfeest, heeft laten leven uit de liefde van uw heilig hart. Heer, wij danken u voor al de mensen die op welke wijze dan ook geprobeerd hebben u na te volgen. Die over de rijkdom van de openbaring hebben nagedacht en hebben geschreven. Heer, wij danken u voor uw aanwezigheid in de sacramenten. En dat ook in de Oosterse kerken en de Orthodoxe kerken u doorheen de sacramenten uw genade en nabijheid schenkt. Heer, wij bidden om uw Heilige Geest, dat uw Heilige Geest de eenheid herstelt zoals u dat verlangt, maar dat we elkaar ten alle tijde als broeders en zusters blijven begroeten in u. Opent u onze harten voor datgene wat u ons wilt aanreiken. En mogen we ook zo mee voorbereid worden op het grote feest van uw verrijzenis. Maria, moeder van de Heer, bid voor ons en waak over ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan kijken naar de PowerPoint. Als u uw camera aanhoudt, dan weet u dat u in ieder geval zichtbaar blijft, ook tijdens de inleiding. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet erg. Maar wees u het zich wel bewust. We hebben inmiddels al een beetje kennis gemaakt met de orthodoxe kerken, met de oriëntaalse kerken. Vooral langs de drie personen. De eerste, de grote heilige Serafim van Sarov. Die bijzondere starets uit het begin van de 19e eeuw. Waar de mensen van overal en ergens naartoe kwamen uit Rusland. Voor een woord van troost, voor de absolutie, voor hulp. En zijn nadruk op de Heilige Geest. Openstaan voor de Heilige Geest. Zijn grote liefde voor de Moeder Gods. 12 keer aan hem verschenen is. En het licht van Tabor dat door hem heen scheen. Motovido vast daar getuige van, heeft het neergeschreven. De Oosterse kerken zijn kerken van het Taborlicht, van het licht van Pasen. Zij kennen niet het fenomeen bijvoorbeeld van de stigmata, de wondertekenen van de Heer. En er zijn zelfs enkele orthodoxe werkjes die zeggen dat dat helemaal niet van God kan komen. Zozeer is hen dat vreemd. Zij leven veel meer vanuit Pasen. De anonieme Russische pelgrim. Met zijn wonderlijke terugblik op zijn leven, hoe hij leerde om zonder ophouden te bidden, door het Jezusgebed te bidden. Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Hij leerde dat aanvankelijk door dat duizenden keren achter elkaar te zeggen, maar de traditie van de Oosterse kerken, die teruggrijpt op een veel oudere traditie vanuit de woestijn, echt niet zozeer de nadruk op de hoeveelheid, als wel op het geloof waarmee het gebeden wordt, op het vertrouwen en dat het werkelijk een gebed is. En door zo'n kort gebed bij ons te hebben en telkens weer te bidden, kan het werkelijk iets worden van ons hart, zodat we het gebed altijd bij de hand hebben. Vorige keer zijn we naar die mooie Republiek van de Athos gegaan met al die kloosters. Om daar de heilige Siloaan te ontmoeten in zijn grote deemoed, in zijn liefde voor de Heer. Liefde voor de schepping, liefde voor de mensen. Zijn nadruk op de vergevingsgezindheid, op de barmhartigheid, de verbondenheid die hij voelde met de zondaars voor wie hij bad. De gaven van de tranen zijn we tegengekomen. Siloaan is een hele mooie verbeelding van die Oosterse orthodoxe spiritualiteit, heilig verklaard. En samen met Serafim eigenlijk in het Westen de meest bekende, gekende en gewaardeerde en zelfs vereerde en aangeroepen heiligen uit de Oosterse kerken.
Vandaag maken we even een ander uitstapje, want Fjodor Dostojevski is geen heilige en zal ook nooit door de Oosterse kerk, door de Russische kerk of wat dan ook, heilig verklaard worden. Maar hij is wel iemand die helemaal leefde in die wereld, met name van de Russisch-Orthodoxe kerk. En in zijn geschriften daar ook een weerklank van geeft. Dus hij is wel iemand die ons kan binnenleiden in de beleving van die Oosterse kerken. En daarnaast is het een zeer diepzinnig denker geweest. En iemand die alles wat hij schreef eigenlijk doorleefd en doorleden heeft. En zo zullen we wat klein beetje kennis maken met hem. Dit is uiteraard geen college literatuurgeschiedenis. We zullen dus ook alleen maar kijken naar hem in de mate dat hij iets vertegenwoordigt van de Russisch-Orthodoxe kerken. En dat terug te vinden is in zijn geschriften. En de volgende keer eindigen we met een zeer typisch fenomeen van de Oosterse kerken, de dwazen in Christus. Dostojevski, 22 december 1849. Dostojevski is opgepakt en wordt voor het vuurpeloton geleid. Hij is 28 jaar. En later schrijft hij zelf: nadat de veroordeling was voorgelezen, stelde men 3 van ons voor de paal op om het doodsoordeel aan zich te laten voltrekken. Ik was de 6e op rij. We werden in groepen van 3 mannen geroepen. En zo behoorde ik tot de 2e groep. En had niet meer dan enkele minuten te leven. Maar net voordat het bevel zou klinken om te schieten, komt er een soldaat aanrennen met een witte zakdoek en die zegt: de veroordelingen zijn ingetrokken. En Dostojevski schrijft daarna aan zijn broer: ik heb de dood in de ogen gezien. En toch, op dat moment heb ik stand gehouden. Ik heb mijn laatste uur al beleefd. En ik begin nu voor een 2e maal te leven. Beste broer, ik zweer je dat ik de hoop nooit opgegeven had. De hoop dat mijn hart en mijn zin rein zouden blijven. En nu ben ik voor een beter leven wedergeboren. Dat is mijn hele hoop en mijn hele troost. Dostojevski is dus iemand die de dood in de ogen heeft gezien. Werkelijk had gedacht dat hij binnen een paar minuten daar, zoals hier op de afbeelding te zien is, aan de paal vastgebonden zou zijn om neergeschoten te worden. We kunnen ons voorstellen wat hij zegt, dat toen dat die soldaat ertussen kwam en dit niet doorging, hij de indruk had: maar ik ontvang mijn leven opnieuw. Maar dan wil ik het wel voor het betere, voor het goede gaan leven. Dat was zijn instelling. Alleen het feit dat het oordeel om hen te fusilleren is teruggehouden, betekende niet dat de veroordeling voorbij was. Nee, we zullen straks horen hoe dat verder is gelopen. Maar dit moment is natuurlijk bepalend gebleven voor heel het verdere leven van Dostojevski. Hij zou veel over de dood nadenken, veel over de dood schrijven, mensen zijn karakters in de boeken laten worstelen met de grote levensvragen die werkelijk ter zake zijn. Alle oppervlakkigheden die hij soms wel beschrijft, en zijn beschrijvingen zijn altijd tamelijk uitvoerig, maar blijven oppervlakkig. Het gaat hem om het veel wezenlijkere, wat het leven werkelijk bepaalt. En dat zou mede voortgekomen zijn uit dit moment dat hij de dood in de ogen heeft gezien. We zitten 1812. Hij is geboren in Moskou. Even terug naar Serafim. Dat is ook een beetje de tijd dat Serafim
naar buiten treedt in Sarov, zo'n paar honderd kilometer ten zuiden van Moskou, met een O overigens. 30 oktober geboren, gedoopt op 11 november. We gaan even een beetje snel door zijn leven heen, dat is overal nog wel na te lezen. Volgt de ingenieursschool, verliest vroeg zijn moeder, later zijn vader, waarvan een beetje de suggestie wordt gewekt dat zijn vader door lijfeigenen uit zijn eigen omgeving is vermoord. In 1846 schrijft hij zijn eerste boek. En dan volgt er een lange periode van gevangenschap. Zullen we zo nog wat meer over vertellen. En die begon eigenlijk met dat moment wat we net hebben gememoreerd. Terug uit de gevangenschap wijdt hij zich weer aan het schrijven. En dan is er het eerste huwelijk met deze Maria Dmitrieva Isajevna. Ik weet niet hoe je dit allemaal uitspreekt. Ik heb alleen gehoord dat je Dostojevski moet zeggen. Maar het is natuurlijk een taal die, laten we zeggen, een eigen uitspraak vergt. Dit is er, zijn eerste vrouw. En de publicaties hervat, hij schrijft en verschijnen weer boeken. Dostojevski is bij uitstek de man die zijn leven heeft besteed met het schrijven van boeken. Naast het reizen en het lezen was het in zijn hoofd voorbereiden van de boeken en ze dan schrijven. Soms schreef hij aan 2 boeken tegelijk. Dat was zijn leefwereld. Als hij jong is, als jongetje, wordt hij door zijn ouders meegenomen naar het drievuldigheidsklooster. Je ziet daar de foto rechts ervan, zoals het nu is, met op de achtergrond de moderne stad. En die bezoeken aan de kloosters hebben heel veel indruk op hem gemaakt, zo'n jongen. Het zijn steden, die kloosters. Eigenlijk zoals ook op de Athos, dus heel anders dan zoals wij kloosters voorstellen. Dat zijn echt steden bijna. Met overal die monniken in het zwart. De liturgie, de grote kerken, de kleine kapellen gevuld met al die lichtjes. Met de geur van de wierook, met de iconen die vereerd worden, de relieken die vereerd worden. Dat heeft natuurlijk de jonge Fjodor heel diep getekend, zoals dat generaties kinderen getekend heeft. Er is een herinnering van iemand nog niet zo lang geleden opgeschreven, die nog meemaakte dat hij door zijn oma, de babushka, mee werd genomen naar zo'n klooster. En het was in het midden van de winter. Het was ontzettend koud. Overal lag sneeuw. En dat jongetje heeft zo'n echte Russische muts op en die loopt natuurlijk te rillen. En dan ineens trekt hij aan de mouw van zijn oma en dan zegt hij, kijk daar is oma. Dan komt er een monnik aangelopen op blote voeten, in die kou door de sneeuw. En die monnik komt op oma en met haar kleinzoon af en die vraagt natuurlijk, wie is dat? En het is heel goed dat je kleinzoon meeneemt naar de heilige kerk om de relieken te vereren. En die monnik zegt nog wat tegen het jongetje natuurlijk, van nou, blijf in God geloven. En die loopt dan weer weg. En het jongetje vraagt aan oma, maar hoe kan hij nou met zijn blote voeten hier lopen? Ik heb een muts op en ik heb het zelfs nog koud. En dan zegt oma dit prachtige woord, het Jezusgebed houdt hem warm. En dat heeft zo'n indruk gemaakt op die jongen, dat hij later ook is gaan zoeken naar de waarde van dat Jezusgebed. En daar eigenlijk een beetje op de Athos in Rusland en ook in het Westen, telkens waar hij was in kloosters en bij monniken en monialen, maar eigenlijk maar 1 vraag heeft gesteld, vertel me over het Jezusgebed. Maar we kunnen ons voorstellen dat zoiets ook bij de jonge Fjodor is gebeurd. Die ervaring van die monastieke wereld voor die jongen zal mede gemaakt hebben dat hij later in zijn leven, als zijn geloof wordt aangevallen, als zijn geloof aan twijfel onderhevig komt, dat hij toch uiteindelijk dat geloof bewaart. De wereld van de Oosters, van de Russische kerk, is vooral natuurlijk een monastieke wereld. We hebben dat al in de eerste keer gezegd.
En vanaf het begin dat dat grote rijk zich min of meer keert naar het christendom, is er ook dat monastieke leven. Dat is begonnen in de hole kloosters in Kiev. En de broeders Beenakker kunnen hun vader nog een keer vragen om daarover te vertellen, want die is daar geweest nog niet zo lang geleden. De hole kloosters in Kiev, dat waren in eerste instantie grotten. En daar gingen de monniken leven. In de lijn van de woestijnvaders, die ook daar de grotten opzochten, of maar hele kleine celletjes hadden waarin ze leefden. Zo is ook dat monastieke leven in Rusland begonnen. Iemand heeft een keer geschreven, dit is werkelijk in de grond, in de aarde van Rusland begonnen. En behoort sindsdien ook tot Rusland. Rusland is niet los te denken van deze monastieke beginperiode. Die monniken die natuurlijk mensen aantrokken, medebroeders, er ontstonden communiteiten, er ontstonden kloosters. En dat werden de centra van het religieus leven. Zoals de Benedictijnen in het eerste millennium, tenminste de tweede helft van het eerste millennium, hier in het Westen eigenlijk de centra waren van de levende kerk. Zo zijn dat de kloosters in de Oosterse kerken, zeker in de Russische kerk, tot op de dag van vandaag. Zeker nadat het communisme gevallen is en er weer een heleboel herbouwd en opgebouwd kon worden, is dat weer een levendige tak van de Oosters-Orthodoxe Kerk. Belangrijke heilige daarin, zo in de 14e eeuw, 1300, is de heilige Sergius van Radonezh, van wie we eigenlijk geen woorden overgeleverd hebben, alleen maar getuigenissen van mensen die hem ontmoet hebben. En bijna allemaal zoiets beschrijven toen ik bij Sergius was geweest, Staret Sergius. Ik ging vervuld van het paaslicht, ging ik naar huis toe. Taborlicht, paaslicht, wat bepalend wordt. En zo dus ook de Staretsen, de geestelijke wijze monniken, of kunnen ook zeker monialen zijn, vrouwen. Dostojevski heeft ze gekend, heeft ze ontmoet. En hij schrijft daar ook over. In zijn laatste roman, De Broers Karamazov, of De Gebroeders Karamazov, heeft hij zelfs een heel hoofdstuk gewijd aan de Staretsen. Omdat hij wil uitleggen voor buitenstaanders wie dat zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. Ik zal er een stukje van voorlezen. De Starets was, zoals ik al gezegd heb, Zosima. Hier zou ik enkele woorden moeten zeggen over wat eigenlijk die Staretsen in onze oude kloosters zijn. En ik betreur het dat ik me op dit terrein helemaal niet competent en zeker voel. Ik wil echter toch een beknopte en weinig diepgravende uiteenzetting geven. Ten eerste, specialisten en deskundigen menen dat het hele verschijnsel van de Starets bij ons in onze Russische kloosters een verschijnsel van heel recente datum is, nog geen 100 jaar oud, terwijl het in de hele orthodoxe Oosten, met name in de Sinaï en op de Athos, al meer dan 1000 jaar voorkomt. Men meent dat in oude tijden ook bij ons in Rusland staretsen zijn geweest, of in ieder geval geweest moeten zijn, maar ten gevolge van de rampen waardoor Rusland is getroffen, het Tataren-juk bijvoorbeeld, is het verschijnsel in vergetelheid geraakt. Aan het eind van de vorige eeuw beleefde het bij ons weer een renaissance door toedoen van de grote asceten, zoals bijvoorbeeld Paisius Velikovsky en diens leerlingen. En wat doet een starets? Een starets is iemand die uw ziel en uw wil in zijn ziel en wil opneemt. Door een starets te kiezen, doet u afstand van uw wil en onderwerpt u die volledig aan hem, een volledige zelfverloochening. Wie hiervoor kiest, neemt deze beproeving, deze school van het leven vrijwillig op zich. En hoopt op de overwinning over zichzelf. Dat hij na een leven van boetedoening
de volmaakte vrijheid kan bereiken. Dat wil zeggen de vrijheid van zichzelf en dat hij het lot kan ontlopen van hen wier leven voorbij is gegaan zonder dat zij zichzelf hebben gevonden. Dit verschijnsel dus van de starets is geen theoretisch bedenksel, maar is in het oosten ontwikkeld en nu reeds 1000 jaar in praktijk. Nu in het Westen kennen we zoiets als de geestelijk begeleider of de biechtvader. Maar dit fenomeen is natuurlijk in de katholica ook vanaf het begin ben ik aanwezig geweest. In zekere zin functioneert de heilige Paulus tegenover Timotheus en Titus al als een soort starets, zou je kunnen zeggen. Maar deze personen zijn dus heel belangrijk geweest in het leven van Dostojevski en zijn heel belangrijk in het leven van de Oosterse kerken. Hij schrijft zijn eerste boek, Arme Mensen. En dat geeft al een beetje aan wat de richting zal zijn van heel zijn gekeerdheid. De zorg voor de gewone Russische mens die moet knokken voor zijn bestaan. Het boek wordt enorm aangeprezen, is meteen een succes en bevestigt dat dit werkelijk zijn roeping is. Hij is 25 jaar als hij dit boek schrijft. Omdat hij zo zijn weg wil vinden in de literaire wereld, komt hij in contact met een specifieke literaire groep. Maar die hebben nogal wat revolutionaire ideeën tegenover de staat, het Rijk Rusland. Die groep wordt verdacht en er komt op een avond een inval bij die groep. En dan is ook Fjodor Dostojevski daar aanwezig. Dus ook hij wordt opgepakt, weggevoerd als iemand die in een soort subversieve groep zit die zich verzet tegen de overheid. Hij wordt in de gevangenis gestopt en na maanden krijgt hij dan dat oordeel te horen dat hij zou worden gefusilleerd. Dat gaat dus op het laatste moment niet door. Dat betekent niet dat hij vrij is. Tegendeel, hij wordt naar een strafkamp gezonden in Omsk in Siberië. 4 jaar lang zal hij daar zitten. Gevangenen kregen zware boeien aan hun voeten. En wij kennen nog het beeld van zo'n lode kogel aan de voeten. En ook dat heeft Dostojevski gehad. 4 jaar lang heeft hij daar geleefd. En de eerste maanden zijn natuurlijk vreselijk voor hem geweest, voor iedereen. Hij is op de rand van een zenuwinzinking. Het is daar dat zijn epileptische aanvallen beginnen, die eigenlijk zijn hele leven daarna zal blijven behouden. Hij schrijft daar vele jaren later over in 1862 de aantekeningen uit het dodenhuis. Tijdens een ziekteverlof, tijdens die 4 jaar, was hij ergens in een ziekenboeg en toen heeft hij heel veel aantekeningen gemaakt. Want in het strafkamp zelf mochten ze, waren geen boeken, er was niets om op te schrijven. Het enige wat hij mee mocht nemen was het Bijbeltje. En hij heeft die 4 jaar heel veel uit de Bijbel gelezen. En hij blijkt de Bijbel ook goed te kennen. Hij zal er in zijn boeken met het grootste gemak naar verwijzen of uit citeren of toespelingen maken. Dat komt mede omdat dat het enige boek was wat hij mee had genomen. Dat heeft hij ook altijd bij zich bewaard. En op zijn sterfbed vraagt hij zijn vrouw om ook uit dat Bijbeltje voor te lezen. Hij schrijft er dus later over en dan kan je daaruit opmaken wat een verschrikkelijke tijd dat geweest is voor hem. Hij moet daar bijvoorbeeld kakkerlakkensoep eten. En het bed vol met vlooien. En hij zit daar tussen uitermate ruw volk. Tussen de ergste misdadigers. En die beschrijft hij ook. Moordenaars, kinderverkrachters. Mensen die nergens voor teruggedeind zijn. En hij, als hij dan eenmaal na die maanden, zou je kunnen zeggen, een soort modus vivendi vindt, een weg om te overleven, dan gaat hij op een hele andere manier die jaren kijken naar al deze mensen. En hij ziet eigenlijk twee groepen. Hij ziet
door en door slechte misdadigers. En hij ziet misdadigers, maar die in hun hart eigenlijk iets heel goeds hebben behouden. En als je de karakters uit zijn vele romans later bekijkt, dan kom je daar eigenlijk die twee groepen altijd in tegen. Maar die tweede het vaakst, ook de grootste misdadigers uit zijn romans, zullen altijd nog ergens gevoelig blijven als ze op hun geweten worden aangesproken. Of er zal toch altijd iets goeds in hen blijven. Maar toch, Dostojevski kon ook aan de hand van deze ervaring van die 4 jaar woorden schrijven als deze. Men spreekt wel van de dierlijke wreedheid van de mens. Dat is echter zeer onrechtvaardig en voor de dieren beledigend. Een dier kan nooit zo wreed zijn als een mens, zo vindingrijk, zo kunstig wreed. En hij heeft eigenlijk gelijk. We zeggen wel eens, of de uitdrukking bestaat, het is een beest. Dat zegt Dostojevski, dat is eigenlijk een belediging. Een beest handelt vanuit zijn instinct, heeft in die zin geen vrije keuze. De mens wel. En zegt hij, de vreedheid van de mens, die kan zo gevoed worden door zijn vindingrijkheid, dat het eigenlijk onvoorstelbaar is. Dit maakt hij mee in die jaren en ook natuurlijk deze tijd zal hem verder vormen voor de rest van zijn leven. Uiteindelijk wordt hij vrijgelaten, moet hij nog een aantal jaren in het leger dienen. En dan komt hij weer in, laten we zeggen, het wat meer gewone leven terug. Hij trouwt dan en hij gaat reizen. Reizen naar Europa, verre, vanuit tenminste Rusland gezien, de verre streken. Hij komt in Parijs, Londen, Genève en Italië. Later zal hij naar Wiesbaden, Duitsland gaan, weer Parijs, Turijn. En hij is ook in Rome geweest. En later nog naar Wiesbaden, Kopenhagen. Hij wilde de westerse wereld leren kennen. Hij had in zijn jeugd Frans geleerd, dus hij kon heel goed Frans lezen en spreken. In zijn boeken komen ook regelmatig Franse citaten terug. Zij heeft zich wel de westerse mentaliteit proberen eigen te maken. Maar dan vooral, laten we zeggen, de literaire wereld. Niet zozeer de mentaliteit, tenminste, die meende hij te kunnen traceren vanuit de literatuur die hij las, vanuit de filosofie, echte westerse theologie, heeft hij eigenlijk niet bestudeerd. Zijn eerste vrouw overlijdt en kort daarna trouwt hij opnieuw met Anna Grigorieva Yuznitkina. Volgens mij is daar nog een plaatje van. Dit is er. Hij schrijft en zijn boeken worden wederom niet altijd door de overheid gewaardeerd. Bijvoorbeeld zijn grote boek Schuld en Boete, Misdaad en Straf en Boete. Er volgt een soort vrijwillige ballingschap, zou je kunnen zeggen, van een aantal jaren, 4 jaar. Hij leeft in Duitsland, later in Zwitserland, in Genève. Maar ook daar lijkt het dat hij eigenlijk die westerse mentaliteit niet in zich heeft opgenomen. Hij heeft een enorme heimwee naar Rusland. En hij is een Rus en hij zal altijd een Rus blijven. Door en door een Rus. En uiteindelijk heeft hij ook de overtuiging dat Rusland, met name de orthodoxe kerk, eigenlijk de enige antwoord is op heel de crisis die hij in het Westen signaleert en meemaakt. Dat komt mede door het feit dat hij daar denkt de Roomse kerk tegen te komen. Hij was in Rome geweest. Hij is in Genève. Genève is natuurlijk eigenlijk het land van Calvin, die hij niet noemt. Hij spreekt over de Luthersen. En hij spreekt niet altijd positief over de Luthersen, maar hij spreekt ook zeker niet positief
over de Romeinse kerk. Heeft de Romeinse kerk altijd van buiten bekeken en het gezien als een instituut, als een machtsinstituut. En daar schrijft hij ook altijd zo over. In de gebroeders Karamazov schrijft hij bijvoorbeeld: mijn artikel zegt alleen dat in oude tijden, in de eerste drie eeuwen van het christendom op aarde zich alleen als kerk toonde en alleen kerk was. Toen het heidense Romeinse Rijk behaagde christelijk te worden, toen kon het niet anders gebeuren dan dat de staat door christelijk te worden slechts de kerk in zich opnam, maar zelf voortging net als tevoren een heidense staat te zijn. In buitengewoon veel van haar praktijken, in wezen kon het ook niet anders dan zo. In Rome als staat is echter te veel van de heidense civilisatie en van de tradities overgebleven. Zoals bijvoorbeeld de doeleinden en de grondslagen van de staat zelf. Toen de kerk van Christus staatskerk werd, kon zij zonder twijfel geen concessies doen wat betreft haar grondslagen, wat betreft de steen waarop zij stond, en kon zij niet anders doen dan haar eigen doelen nastreven, die de Heer zelf overigens zo duidelijk had gesteld en gewezen, te weten, van de hele wereld en derhalve van de hele antieke heidense rijk één kerk te maken. Op die manier is het niet de plicht van de kerk om zich een bepaalde plaats te zoeken binnen de staat, maar om de staat zelf verder te leiden. Hij ziet de Romeinse kerk vooral als een machtsinstituut. En de bekende parabel die Iwan vertelt in de Broeders Karamazov over de grootinquisiteur, een stukje wat tot wereldliteratuur behoort, is één verwoording van de macht van de kerk. Het is heel knap geschreven overigens. Jezus die in Sevilla komt ten tijde van de inquisitie, waarin we trouwens al meteen historische onwaarheden tegenkomen, maar Dostojewski wist dat allemaal toen nog niet, dat er duizenden en duizenden mensen op de brandstapel werden gezet. En de grote inquisiteur die tegen Jezus dan spreekt en eigenlijk zegt dat Jezus het verkeerd heeft gedaan door de mensen vrije keuzes te geven. En dat de kerk, de Romeinse kerk dus, die vrijheid van de mensen bevrijd heeft van hun vrijheid van keuzes door duidelijk uit te maken wat ze wel en niet moeten doen. Nu, het is duidelijk dat Dostojewski nooit de innerlijke rijkdom van de Romeinse kerk heeft gekend. En dat is heel jammer, want hij had daar zich zeer mee kunnen verrijken. Hij heeft nooit Therese van Avila gelezen. Hij heeft Augustinus waarschijnlijk niet gelezen. Johannes van het Kruis niet gelezen. Franciscus, hij kent ze allemaal niet. En dat maakt dat hij in zekere zin altijd van buiten tegen de Romeinse kerk is blijven aankijken. En hij kan daar heel scherp over zijn. Hij kan scherp zijn tegen de Romeinse kerk. En daartegenover zegt hij, eigenlijk is er maar één echte kerk, en dat is de Russische kerk. En hij gaat nog een beetje verder, doordat hij regelmatig spreekt over de Russische Christus. En hij zegt, deze Russische Christus is de enige die de wereld zou kunnen verlossen van de situatie waarin ze is. Eenzijdig, maar dan weten we dat. En dan kunnen we verder kijken hoe hij ons binnenvoert in de leefwereld van de orthodoxe kerk. In 1871 is hij terug in Rusland. Daar worden twee zoontjes geboren. Twee dochtertjes waren al geboren. Overigens, toen zijn eerste dochtertje geboren werd, Sonja, moest hij er natuurlijk bij de gemeente aan aangeven. En hij doet dat en dan vragen ze, oké, wat is uw naam, dat en dat en dat, Dostojewski. En wat is dan de volledige naam van uw vrouw? En hij was het helemaal vergeten.
En zij ze heet Anna. Ja, maar hoe heet ze verder? Hij wist het niet meer. Hij moest terug naar huis rennen en vragen aan Anna, hoe heet ze ook alweer? Nou, Anna Grigorieva is niet Kina. Oh ja, en hij weer terug naar het gemeentehuis. En toen kon hij de naam doorgeven. Ik vond het een opmerkelijk detail, omdat als je zijn romans leest, daar namen in voorkomen. Eindeloos lang, zeer gevarieerd. Dus hij heeft namen ook gebruikt natuurlijk van de mensen die hij kende in zijn romans. Maar hij had dus ook wel heel wat namen in zijn hoofd. Maar deze naam van zijn vrouw, daarmee voor zijn dochtertje, was hij even vergeten. Dostojevski, zeker vanuit die ervaring daar in dat strafkamp, maar het is misschien ook wel heel iets van de Oosters-Orthodoxe kerken, is altijd het zoeken de overtuiging van het goede in iedere mens. Dat dat aanwezig blijft. Ondanks de misdaden die mensen bedreven kunnen hebben. Overigens, dit is een tekening van een manuscript van Dostojevski. Hij schreef gedachten op, tekeningen, hij zag het voor zich. En van hieruit, dit waren aantekeningen, van hieruit schrijft hij dan zijn romans. Het idee dat de mens een broos wezen is en we dus in ons oordeel over de ander en zeker ook over onszelf nooit te hard mogen zijn. En Siloam beleefde dat op een andere manier. Ik denk meer vanuit de verbondenheid met Christus, vanuit de Heilige Geest. Bij Dostojevski is het waarneming. Waarneming van zichzelf, waarneming van anderen. Zijn eigen leven was niet in moreel opzicht altijd een goed leven. Dat was hij zich bewust. Hij was verslaafd aan het roken. Enorm veel gerookt. Ondanks dat zijn longen slecht waren. En ik weet niet wat dat voor epilepsie doet. Dan moeten de medici hier aanwezig maar even zien. En hij was een groot deel van de ballingschapsjaren ook verslaafd aan het gokken. En dat ging heel ver. En het is met name zijn tweede vrouw die met een eindeloos geduld dat heeft gedragen. Want dan had zij weer iets verdiend met werk. En dan kwam hij weer thuis en dan zei hij, ja, ik moet toch weer het kopen. En eigenlijk wist ze op dat moment al, als ik hem dat geld geef, gaat hij het vergokken. Maar ze gaf het altijd. En dan kwam hij later weer thuis. En dan hoefde hij eigenlijk bijna niets meer te zeggen. En dan wist ze het al. Maar ze heeft het telkens maar weer verdragen. En ook die armoede die eruit voortkomt, heeft ze gedragen. Tot het moment dat hij zo diep geraakt is, dat zijn vrouw dit telkens voor hem opbrengt, wat hij dan kan zeggen, en vanaf nu is het afgelopen. En het is hem ook gelukt om toen niet meer geld te vergokken. Het goede in iedere mens. Hij schrijft ergens in de gebroeders Karamazov. Ook jij bent schuldig, want je zou voor de misdadigers immers een lichtend voorbeeld hebben kunnen zijn. Zij het dan ook maar als de enige zonder zonde, en je hebt het niet gedaan. Wanneer je zo zou hebben gestraald, dan zou je met je licht ook de anderen de weg gewezen hebben. En degene die de wandaad beging, zou hem bij jouw licht misschien helemaal niet zijn begaan. En zelfs als je het lichtend voorbeeld zou zijn geweest, en desondanks zou hebben moeten zien dat de mensen zichzelf in jouw licht niet zouden willen redden, blijf dan toch standvastig. Twijfel niet aan de kracht van het hemelslicht. Heb er geloof in dat zij, als ze zich nu niet aan de redding overgeven, zich later zullen redden. Of indien ook later niet, dan zullen hun nakomelingen het wel doen, want jouw licht zal niet sterven, zelfs wanneer jij reeds gestorven zult zijn. De rechtvaardige is sterfelijk en vergaat, maar zijn licht blijft. Het is nu eenmaal zo dat men zich steeds pas na de dood van de redder aan de redding begint over te geven. Dus altijd maar proberen om voor de ander het goede voorbeeld te zijn.
Of zegt hij eigenlijk, je mag nooit iemand veroordelen dat hij een misdadiger is. Misschien is diegene dat wel, omdat jij niet voldoende hebt laten zien hoe het anders zou moeten. En in deze woorden klinkt ook een andere trek van de Oosterse spiritualiteit, zou je bijna kunnen zeggen, maar het wordt quasi-dogmatisch zelfs gefundeerd in een soort hoop op een alverzoening aan het einde. We hebben daar vorige keer al wat over gehad. En afgezien van de dogmatische problematiek hierbij, het is wel heel diep in de beleving van het Oosterse orthodoxie bij de mensen, ook bij Dostojevski aanwezig. Dat uiteindelijk Christus ervoor zal zorgen dat zelfs de grootste misdadigers op een of andere manier gered worden. Terwijl ze niet de waarheid van het vagevuur kennen. Maar die ligt er daar wel onder. Er is geen andere weg dan het vagevuur hiertoe. Maar dit is nooit in de Oosterse kerk tot een leer ontwikkeld of verder doordacht. En dan een gelijkenis. En het is een heel specifieke. Er was eens een heel gemene vrouw en die ging dood. En toen ze dood ging, had ze nog geen enkele goede daad verricht. De duivel schepen haar beet en smeten haar in de brandende hellepoel. En haar engelbewaarder stond erbij en dacht, wat voor goede daad zou ik me nu kunnen herinneren om aan God te vertellen? En ineens schoot hem iets te binnen en hij zei tegen God, zij heeft eens, zo zei hij, in haar moestuin een uitje uit de grond getrokken en dat aan een bedelares gegeven. God zei tegen de engel, je moet dat uitje nemen en haar dat in de hellepoel toesteken. Laat ze dat beet pakken en als je haar aan dat uitje uit de hellepoel kunt trekken, laat haar dan het paradijs binnengaan. Maar als het uitje het niet houdt, dan moet ze maar blijven zitten waar ze zit. De engel rende terug naar die vrouw, stak haar het uitje toe en zei, nou mens, pak beet en trek je er aan op. En heel voorzichtig begon hij haar naar boven te trekken. Hij had haar bijna eruit gekregen. Toen de andere zondaars in de vuurpoel zagen dat zij eruit getrokken werd. Toen grepen ze zich allemaal aan haar vast om haar ook uitgetrokken te worden. Maar het was nu eenmaal een verschrikkelijk gemeen mens en dus trapte ze de anderen terug. Ik word eruit getrokken en niet jullie. Tenslotte is het mijn uitje en niet dat van jullie. En niet zodra had ze dat gezegd, of het stengeltje knapte af. En dat mens viel terug in het helle vuur. En als ze er nog niet uit is, dan brandt ze nu nog. En de engel ging wenend weg. Dit is een legendarisch verhaal. En het thema is bekend ook in het Westen. Als je de Christuslegende van Selma Lagerlöf leest, vind je een soort gelijk verhaal daarin over de schoonmoeder van Petrus, overigens gaat het daar. Maar het is natuurlijk prachtig beschreven en ook vanuit de hele oude woestijntraditie, de overtuiging, als iemand maar iets goeds heeft gedaan, dan zal Jezus dat gebruiken om diegene toch te redden. In dit geval was het een klein uitje uit de moestuin, wat ze dan maar aan een bedelares had gegeven. En nu moet ze met dat kleine uitje uit de hellepoel worden getrokken. En dan blijkt uiteindelijk dat ze niet paradijsklaar is. Ze is nog even gemeen als daarvoor. Maar het typische is hier een God die in zijn barmhartigheid alles zoekt. En uiteindelijk ook die laatste woorden hè, van in de hellepoel, als ze daar nog in zit. Dat is dat idee van de hel is niet eeuwig, maar eigenlijk wordt hier een soort vagevuur beschreven.
Dit is niet zozeer het goede in iedere mens, jawel, dit is wel dat er ergens God op zoek is naar iets goed in iedere mens, om te kijken of hij diegene langs die weg kan redden. De grote werken, ik noem ze alleen maar even. Misdaad en straf, de idioot, de demonen, is nog de jongeling trouwens, en natuurlijk de broers Karamazov. Wat zijn laatste werk is en eigenlijk zou je kunnen zeggen alles wat Dostojevski daarvoor heeft gezegd en doordacht is weer terug te vinden in de broers Karamazov. Natuurlijk belangrijk is ook zijn dagboek van een schrijver waarmee hij heel veel ook over zichzelf vertelt. Nu, de romans van Dostojevski zijn niet makkelijk om te lezen. Ze zijn vaak heel dik. Hij heeft de gave van de pen. Dus het lijkt wel alsof hij begint te schrijven. En ja, hij schrijft maar door de details die hij noemt, de personen die hij tekent, de verschillende lijnen die er in een roman zitten, de diverse personages. Het is allemaal uitermate knap, maar dus niet altijd makkelijk om te lezen. Heel boeiend. Maar het vraagt heel veel geduld om de boeken van Dostojevski te lezen. Daarom hebben we nu even een soort tussenvraag. We gaan even de PowerPoint stoppen. En we gaan even een vraag aan u stellen. U kunt op het scherm invullen ja, nee. En dan moet u daaronder klikken met... Ik heb ingevuld. En de vraag is deze. Heb je ooit een heel boek van Dostojevski gelezen? Nou, één iemand was meteen erbij. Kijk. Ja, we zijn op de helft. Over de helft. We hebben 8 moedige mensen onder ons. Ja, nog een paar. Maar dat blijken... Het zijn er nog 6. Even nog even de tijd. Misschien lastig om te vinden hoe het werkt. Ja. Juist. Nou, we zullen hiermee stoppen. 4 hebben nog niet beantwoord, maar dat is prima. We hebben 8 moedige mensen onder ons. Nu heb ik de vraag natuurlijk niet helemaal helder gesteld, want het is niet duidelijk wat de andere 30 doen. Of ze misschien delen hebben gelezen, of zijn begonnen, moedig zijn begonnen en zijn afgehaakt. En misschien wel bij bladzijde 150 afgehaakt en niet de 800 gehaald. Nou, vind ik ook wel heel knap. Of zit dat bij anders? Maar in ieder geval hebben we 8 mensen die ooit een heel boek van Dostojevski hebben doorgelezen. We zullen deze inventaris even stoppen. En ondertussen werden er nog suggesties gedaan om dan een soort leesgroep op te richten om samen Dostojevski te gaan lezen. We kunnen beginnen. En dan zijn we zo over 20 jaar, denk ik, zijn we klaar. Het zou op zich een mooi nieuw record zijn om dat eens te proberen. We gaan terug naar Dostojevski. Dan kan natuurlijk de vraag komen, oké, maar wat zou ik dan moeten lezen? Nou, trek daar echt een lange tijd voor uit, maar ik zou zeggen, lees de Gebroeders Karamazov. Mooie... Vrij recente Nederlandse vertaling, met achterin ook gelukkig een lijst met namen wie allemaal is. En Dostojevski heeft het boek geschreven met verschillende stijlen ook. Soms spreekt hij in de ik-vorm, dan heeft hij uitleggende hoofdstukken. Dan zijn het weer een van de 3 broers die hij helemaal volgt. En natuurlijk de belangrijke persoon van Staret Zosima. De meest fundamentele vragen
van Dostojevski komen hierin naar voren. De drie hoofdpersonen zijn de drie broers Karamazov. Dimitri is eigenlijk de broer die, laten we zeggen, de zinnen navolgt. Ivan, die volgt zijn hoofd en is de grote, felle atheïst. En Alosha is de man van het hart. En dat is een monastieke figuur. Een leerling van de starets en een monnik in de wereld. Dus als je ooit moed hebt, lees Karamazov of lees tenminste delen uit Karamazov. Hier overigens de werkkamer van Dostojevski. We zullen een paar thema's langslopen die Dostojevski zo getekend hebben. Dostojevski heeft uiteindelijk zich geplaatst gezien voor de vraag: bestaat God nu echt of niet? En dat was voor hem niet een wetenschappelijke vraag met godsbewijzen, zoals Thomas die geeft. Of het was voor hem een levensvraag, een existentiële vraag. Die hij vooral stelde langs de invalshoek: wat zou het betekenen als God niet bestaat? En hij komt uiteindelijk in zijn eigen leven heel veel redenen tegen waarom het aannemelijk zou kunnen zijn dat God niet bestaat. En het zijn vooral redenen rond de vraag die we in het Westen kennen als de theodicee, de vraag naar het lijden en de vraag naar het kwaad. En in de gebroeders Karamazov is het die Ivan, die tweede broer, die deze vragen heel scherp stelt. Uitermate scherp aan Alosha, die derde broer, die juist zo gelovig is. De vraag van Ivan wordt eigenlijk toegespitst op het lijden. En wat Ivan doet is een heleboel voorbeelden noemen van onschuldige kinderen die door volwassenen zijn gemarteld, zijn gedood. En Dostojevski heeft deze voorbeelden uit de kranten genomen. Dit zijn dus werkelijke gebeurtenissen. En iemand slingert ze eigenlijk voor de voeten van Alosha. En die zegt in feite: hoe kan je geloven in een God die dit toestaat? Dat volwassenen elkaar dit aandoen, dat misdadigers elkaar dit aandoen, maar dat volwassen mensen dit onschuldige kinderen aandoen. Hoe kan je geloven in een God die dat toelaat? Ik zal een stukje lezen van een lange toespraak die Ivan houdt tegen Alosha. Als kinderleed dient om de hoeveelheid lijden aan te vullen die noodzakelijk is om de waarheid te kopen, dan wil ik bij voorbaat verklaren dat de hele waarheid zo'n prijs niet waard is. Ik wil eigenlijk helemaal niet dat de moeder de beul omhelst die haar zoontje door de honden heeft laten verscheuren. Laat ze het niet vragen hem vergiffenis te schenken. Als ze dat wil, laat ze hem dan vergeven wat hij haar heeft gedaan. Laat ze de beul haar eigen mateloze moederlijke lijden vergeven. Maar het lijden van haar aan stukken gescheurde kind vergeven, daartoe heeft ze niet het recht. Laat ze het niet wagen de beul te vergeven, ook al zou het kind zelf hem vergeven. Maar als dat zo is, als zij het niet wagen om te vergeven, waar is dan de harmonie? Is er een wezen op deze wereld die in staat is en het recht heeft om te vergeven? Ik wil geen harmonie uit liefde voor de mensheid. Ik heb liever ongewroken lijden. Ik heb liever mijn ongewroken lijden en mijn niet gelenigde verontwaardiging, ook al heb ik geen gelijk. En er is ook veel te veel waarde gehecht aan die harmonie, maar de toegangsprijs gaat ons budget verre te boven. Daarom wil ik mijn toegangskaartje zo snel mogelijk weer omruilen. Als er ook maar een greintje eerlijkheid in mij is, dan ben ik verplicht het zo snel mogelijk terug te geven
en dat doe ik ook. Het is niet dat ik God niet aanvaard, Alosha. Alleen geef ik hem mijn kaartje met alle respect terug. Wat Iwan doet, is voortdurend Alosha confronteren met die vraag. Is het lijden van één kind, weegt dat op tegen de redding van heel de wereld? En Iwan die zegt, daarom geloof ik niet in God. En Dostojevski heeft zelf voor deze situatie gestaan. Maar heeft zich toen afgevraagd, wat zou het betekenen als God niet bestaat? En hij komt dan op het terrein van het nihilisme en het atheïsme. En Dostojevski die zegt uiteindelijk, het zou een onmenselijke wereld worden. Want, zegt hij, als God niet bestaat, dan is er geen maatstaf voor waarheid, voor rechtvaardigheid, voor goedheid. En dan is dus alles geoorloofd, ook het plegen van wat wij nu gruwelijke misdaden noemen. En Dostojevski zegt eigenlijk, als de mens God verlaat, kan hij niet de mens zijn zoals God het bedoelt, kan hij eigenlijk niet menselijk zijn. Een zin van hem, is er geen onsterfelijkheid van de ziel, dan is er ook geen deugd. En dientengevolge is alles geoorloofd. Als God niet bestaat, is er ook geen eeuwig leven. Is er geen onsterfelijkheid van de ziel, en dan is het eigenlijk het recht van de sterkste. En vandaar dat Dostojevski altijd bijna in één adem wordt genoemd met de man die je hier ziet, met Nietzsche. Een tijdgenoot van hem, zei het dat hij later geboren is, 1844, 1900. Nietzsche heeft voor diezelfde vragen gestaan. En ook Nietzsche heeft uiteindelijk gezegd, hè, we hebben God gedood, God is er niet meer. En dus is er ook geen maatstaf meer. Is het recht van de sterkte, de übermens. Maar Dostojevski en Nietzsche zijn twee verschillende wegen gegaan vanuit dezezelfde grondbeleving. En ik vermoed dat dat voor een heel groot deel te maken heeft met het feit dat Nietzsche de protestantse kring is opgevoed. Die heeft nooit de rijkdom van de katholieke mystiek gezien, maar ook nooit de rijkdom van de Oosters-Orthodoxe kerken gezien. Die is niet in zijn jeugd zo in zijn hart gevormd door het aanvoelen dat God daar is, dat hij eigenlijk die weg van het nihilisme is gegaan. Of hij ooit echt atheïst is geworden, is maar de vraag. Maar hij heeft dat wel heel ver doordacht en uiteindelijk komt hij daar niet uit. Dostojevski keert terug naar God. En Alosha, die derde broer van Karamazov, is eigenlijk de persoon zoals Dostojevski zichzelf graag zou zien. Zoals hij zelf graag zou zijn. En Dostojevski die ook zegt, nihilisme leidt tot zwaarmoedigheid, leidt tot zinloosheid. Hij heeft het heel scherp in de ogen durven kijken. En vandaar dat hij in zijn romans altijd ook personen maakt, creëert eigenlijk, die het geloof heel diep beleven, op een heel mooie manier beleven. Dat is zijn antwoord op deze hele strijd rond het nihilisme en atheïsme. En daarmee zijn Dostojevski en Nietzsche twee heel intrigerende personen om die zo met elkaar te vergelijken. De duivel als gentleman. Iwan Karamazov raakt in gesprek met de duivel. En de duivel blijkt een gentleman te zijn. Ook weer uit de gebroeders Karamazov. Iwan is in een kamer. Hij staat alleen. En dan ineens ziet hij iemand op de bank zitten. En dan schrijft hij, vertelt hij, zo zat hij daar nu. Zich half
Nee, het gaat nog over hemzelf. Zo zat hij daar nu zich half bewust dat hij een delirium had. Hij had te veel gedronken. Hardnekkig starend naar iets op de divan bij de tegenoverliggende muur. Daar bleek opeens iemand te zitten. God weet hoe die binnen was gekomen, want hij was nog niet in de kamer geweest toen Ivan er naar zijn bezoek terugkeerde. Het was een heer, of beter gezegd een Russische gentleman, van een bepaalde slag. Niet meer zo heel jong. Qui frisait la cinquantaine. Hij liep tegen de 50. Met licht grijzende, donkere, tamelijk lange en nog dichte haardos. En een keurig geknipt puntbaardje. Hij had een bruin colbertje aan, dat kennelijk van een uitstekende kleermaker afkomstig was, maar al behoorlijk afgedragen. Het was ongeveer 3 jaar geleden gemaakt en nu volstrekt uit de mode. Welgestelde lieden van de wereld droegen zoiets al ruim 2 jaar niet meer. Zijn frontje en manchetten en zijn brede das waren precies zoals alle chique gentlemen ze dragen. Hoewel frontje en manchetten, als je goed keek, verre van schoon waren en de brede das erg kaal. De geruite broek van de gast zat perfect, maar was net een toets te licht en wel heel erg nauw, zoals men nu allang niet meer draagt. Net als de zachte, witte filterhoed die de gast in strijd met het seizoen had meegenomen. Kortom, iemand die met heel beperkte financiële middelen zijn stand ophield. Ivan gaat in gesprek met deze gentleman. En deze gentleman blijkt de duivel te zijn. En het gesprek, de duivel, wil eigenlijk Ivan voortdurend bevestigen in zijn weg naar het atheïsme toe. Maar Ivan verzet zich en scheldt deze gentleman uit voor idioot. Maar heel opmerkelijk, de gentleman blijft uitermate rustig en vriendelijk. Als je eigenlijk het leest, het duurt zo'n 20 bladzijden dat gesprek, lijkt het wel alsof de gentleman getraind is in technieken van vraaggesprekken. Hij wordt nooit boos, maar hij, op een heel subtiele manier, leidt hij Ivan naar die weg van het atheïsme en het nihilisme. En het is zo buitengewoon knap geschreven, omdat er eigenlijk uit blijkt dat als wij mensen in gesprek gaan met de duivel, we het altijd verliezen. De duivel, zou je kunnen zeggen, is een wereldschaker. En wij zijn amateurschaakspelers. En hij kan simultaan schaken met iedereen. En wij denken dan nog dat we het van hem kunnen winnen. Maar juist als we denken van hem gewonnen te hebben, blijkt hij toch op het schaakbord die laatste zet te doen. En daarmee is dit stuk eigenlijk wel een hele knappe waarschuwing voor hoe de duivel te werk gaat. En soms dan hoor je mensen wel eens te makkelijk zeggen, ja, maar dat is de tactiek van de duivel, of dit moeten we niet aannemen, want dan is de duivel daarbij. De duivel is op een veel subtielere manier ons aan het misleiden. En Ivan heeft het aan het eind een beetje door, zodanig dat hij zijn glas pakt en dat naar deze gentleman gooit. En dan ineens aan het eind is de gentleman ook weer weg. En Ivan is helemaal verward en Alosha komt binnen en dan vertelt Ivan wat er gebeurd is. Dostojevski ontmantelt hiermee in zekere zin de tactiek van de duivel. Je kan maar beter verre van hem blijven. Wat is dan wel de mogelijkheid dat we buiten die invloed van de duivel blijven, is niet met hem in gesprek gaan, maar naar Christus toe gaan. En uiteindelijk is het enige wapen waar de duivel niets tegen vermag, is de gehoorzaamheid. Natuurlijk de liefde ten diepste, maar de liefde die zich uit in gehoorzaamheid. Daarmee zetten wij in feite om die
Om dat beeld door te zetten, zetten wij hem schaakmat. Als we zeggen, ik blijf gehoorzaam aan het evangelie, ik blijf gehoorzaam aan Christus, ik blijf gehoorzaam aan de kerk, ik blijf gehoorzaam aan het leergezag, dan vermag de duivel zijn invloed niet door te zetten. Gehoorzaamheid is uiteindelijk echt het enige antwoord. Want we zien juist door ongehoorzaamheid dat er veel dingen misgaan. En groepen buiten de kerk geraken of binnen de kerk op een verkeerde weg geraken. Gehoorzaamheid als uitdrukking van onze trouw aan Christus. Dit antwoord kon Dostojevski niet geven. Dostojevski is van de Oosterse kerk en niet van de katholica. Men mist daar bepaalde elementen. En wat heel opmerkelijk is in deze discussie tussen de duivel en Iwan. De duivel wil voortdurend Iwan leren om te ontkennen. Nee te zeggen. Verstandig te zijn. Het tegenovergestelde van gehoorzaamheid. Maar uiteindelijk kan Dostojevski niet dat antwoord geven. De redding ligt in de gehoorzaamheid. Maar het is zeer intrigerend om dit te lezen. En dan als laatste thema, want het is natuurlijk veel en veel meer. Dostojevski was een diep gelovig man. Die een grote liefde had voor de persoon van Christus. Die ook een biddend man was. Zijn vrouw beschrijft, zeker als hij wat ouder is, dat ze haar man kwijt was en dan ging ze zoeken en dan vond ze hem in de kerk, in een van de kerken. Maar dan zat hij altijd op een beetje verscholen plek, in een heel diep gebed. En ze zegt dat hij ook vaak daar weende. Dostojevski is ook de Russische, laten we zeggen, mens, is een mens die het lijden kent, die ook geraakt wordt door het lijden van een ander, zoals we dat ook bij Siloam hebben gezien. Op een van zijn reizen zag Dostojevski dit schilderij. En hij was er ook heel diep door geraakt. Dit is Christus in het graf van Holbein. En hij merkt dan eigenlijk op, als iemand dit schilderij ziet, dan moet hij wel in Christus geloven. En dat is, heeft hij eigenlijk gelijk in. Het is niet voor niets die veel geciteerde zin uit het boek De Idioot. Schoonheid zal de wereld redden. En die roman De Idioot, die titel alleen al is natuurlijk heel merkwaardig, gaat over een hele zuivere ziel, prins Mushkin, die epilepsie heeft, zoals Dostojevski dat ook was, die door iedereen voor als dwaas wordt gezien. Hij is eigenlijk een beetje een dwaas in Christus. Maar de goedheid van prins Mushkin raakt de harten. De mooiheid van dit schilderij raakt de harten. Waarom? Omdat het hier om de transcendentalia gaat. Goede, ware, mooie, ene. En alles wat op deze wereld daar iets mee verbonden is, met het goede, het ware, mooie, het ene, dat kan ons naar God brengen. En als we naar de gestalte van Christus kijken, dan zien we daar de goede bij uitstek, de waarheid zelf, de mooiheid zelf en de eenheid natuurlijk ook zelf. Maar dat betekent dat als we afbeeldingen zien die daar iets van weergeven, dat ons dat raakt. En Dostojevski, natuurlijk opgegroeid in de wereld van de iconen, van de beelden, en die zich daardoor heeft laten raken, is heel diep geraakt door deze schilderij. En hij zegt dus, dit te zien, dan moet je wel geloven. Dit is God de Zoon die zich zodanig ontledigd heeft dat hij aan het kruis gestorven is. God is dood, zal Nietzsche laten zeggen. En hij had natuurlijk gedurende een aantal uren gelijk. Christus gestorven in het graf. En dat is het uiterste van de liefde. Enkele woorden van Dostojevski over de persoon van Christus. Ik geloof aan Christus en getuig van dit geloof, maar niet op een kinderlijke manier. Mijn hosanna is door het grote vage vuur van de twijfel heen gegaan.
Christus is volkomen in de mensheid opgegaan en de mens streeft daarnaar zich te vormen naar het ik van Christus, zijn ideaal. De hele geschiedenis der mensheid is één pleidooi voor mijn standpunt. Ik ben de enige in de hele wereldgeschiedenis die nu eens geen God heeft willen verzinnen. Allemaal zullen ze ervan horen. Er bestaan geen geheimen die niet geopenbaard worden. Dat heeft Christus gezegd. En Dostojevski wees naar het beeld van de verlosser, waarvoor bij hem thuis altijd een lampje brandde. U gelooft dus altijd nog aan hem? Stelt iemand hem de vraag. Jazeker, zegt hij. Dostojevski, een man met een diep geloof in Christus en die eigenlijk in zijn personages in de romans probeert dat goede, dat mooie, dat ware zichtbaar te maken. Als tegenhanger van de grote misdadigers, van de grote atheïsten, voor degene die pleidooien houden dat het absurd is om op God te geloven. Hij geeft geen theologische antwoorden, hij geeft geen filosofische antwoorden, maar hij schildert in woorden mensen die vanuit die trouw aan Christus leven. Dat is zijn antwoord. En dat is eigenlijk een prachtig antwoord. Dostojevski is, als je zijn boeken leest, wel degelijk iemand met een bepaalde taak. Hij zal nooit heilig verklaard worden. Hij was geen heilige. Maar heeft toch wel, laten we zeggen, zijn talent in dienst gesteld van God, zodat God er gebruik van heeft kunnen maken. En zo wordt hij wel gerekend tot iemand die profetische woorden heeft gesproken. En profetisch dan meer in de zin van waarschuwend. Als jullie God verlaten, dan gaat er dit gebeuren. En iemand die dat al heel scherp heeft gezien, is Walter Nick. Ik heb hem meer genoemd, maar hij is wel een persoon die eigenlijk uit de enorme rijkdommen van de christenheid het mooiste naar boven heeft gehaald. Hij heeft een heel dik boek geschreven, Profetische Denker. En daarin kun je zien, heeft hij een heel lang hoofdstuk over Dostojevski. Maar evenzeer dus over Nietzsche. En hiervoor Kierkegaard en Newman. Het is wel heel aardig, omdat hij Nick zegt, ik heb hier zo uit alle tradities grote namen uit het protestantse traditie Kierkegaard, uit de Rooms-Katholieke traditie kardinaal Newman, uit de orthodoxe traditie Dostojevski. En zegt Nick dan, als tragische persoon uit het nihilisme Nietzsche. En deze Walter Nick heeft heel terecht gezien dat Dostojevski eigenlijk een boeteling was. En in het boek der Büßer, het boek van de boetelingen, schrijft hij dan ook weer een hoofdstuk over Dostojevski. En daarin refereert hij aan een herinnering uit het leven van Dostojevski, die hij neer heeft geschreven in een van zijn terugblikken in zijn dagboeken. Het gaat over een jonge man die te midden van andere jongeren is, en die heel stoer zegt, vraag maar wat je wil en ik zal het doen. Dus een beetje uitdagen. Dat doen jonge mannen nu eenmaal. Vraag maar wat je wil en ik zal het doen. En dan zegt een van zijn vrienden, je moet nu naar de kerk gaan, communie ontvangen, en je haalt de communie uit je mond en die breng je hier. Ja, de jongen had beloofd, wat ik ga doen, dat ga ik doen. Dus hij gaat naar de grote liturgie van de Oosterse kerk, ontvangt de communie, neemt de communie uit de mond en keert terug in die groep jongeren. En dan zegt die uitdager, oké, en nu moet je het Allerheiligste daar neerleggen, pistool pakken en erop schieten. En die jongen zegt, ja, ik heb gezegd, ik zal alles doen wat jullie vragen. Het is een beetje de Herodes-situatie. Dus hij gaat zijn geweer halen, daar ligt de heilige hostie, hij richt en hij schiet. Op het moment dat hij schiet, uit de hostie verschijnt Jezus. En de jonge man, vanaf dat moment,
wordt in zijn geweten zo geraakt dat hij een boeteling wordt. Maar hij vindt met al zijn boetewerken geen rust. Hij doet de meest zware boetedoeningen voor wat hij Christus heeft aangedaan, maar hij vindt geen rust. Totdat hij uiteindelijk kruipend op de knieën bij een starets komt. En dan is het de starets die door het raampje hem zo ziet aankomen kruipen, die naar hem toe rent. En nog voordat hij wat zegt, zegt de boeteling: ik heb een zonde begaan die niet vergeven kan worden. En dan is het de starets die kan zeggen: zo'n zonde bestaat niet. Als men berouw heeft en boete doet, Christus vergeeft altijd. Dan kan hij eindelijk verlost worden. Dat is de absolutie van het sacrament. Maar het feit dat dit Dostojevski zo getroffen heeft, hij is zelf een boeteling geweest. De laatste jaren van Dostojevski wordt dat duidelijk. In 1878 gaat hij samen met zijn grote vriend Gogol, ook een prachtige Russisch schrijver, naar het klooster van Optino. En daar ontmoeten ze een starets, Ambrosius. En Dostojevski spreekt een aantal keren met deze starets. En het is daar dat hij het beeld krijgt van Zosima, die hij in de broers Karamazov beschrijft. Dus eigenlijk de vierde hoofdpersoon in de gebroeders Karamazov. En als Dostojevski het klooster verlaat, dan zegt Ambrosius tegen iemand die starets, tegen een medebroeder: dat was een echte boeteling. Dus Dostojevski heeft, om het zo te zeggen, het lijden van zoveel mensen zo diep tot zich door laten dringen, dat hij dat meedroeg. En eigenlijk in zijn leven dat heeft meegedragen als een soort boeteling. Dan schrijft hij zijn laatste werk, de broeders Karamazov, wat het eerste deel maar is. Hij had het tweede deel al in zijn hoofd. Dat zou het vervolg zijn van Alosha als monnik in de wereld. Maar dat heeft hij nooit kunnen schrijven. In 1881 wordt hij ernstig ziek. 25 januari. Hij lijdt. De dag daarna komt er een priester die hem de biecht afneemt en de communie reikt. Dostojevski zegent zijn kinderen en hij vraagt uit het Bijbeltje, wat hij ook bij zich had in het strafkamp, om de gelijkenis van de verloren zoon voor te lezen. Steek de kaars aan, Anja, en geef me het Nieuwe Testament. Zijn vrouw geeft hem het deeltje dat hij mee had genomen en ze leest gedeelte uit het Matthäus-evangelie voor waarin staat: hou de kinderen niet van mij terug, laat ze tot mij komen, dat is het. Waarop Dostojevski antwoordt: zie, ik moet nu sterven. En 's avonds om 9 uur, 28 januari, sterft hij. 3 dagen later is de begrafenis in het Alexander Nevsky klooster en er zijn 10.000 mensen bij aanwezig. We gaan afronden. Kennen wij in onze katholica schrijvers zoals Dostojevski? Zeker zijn die er, en met name deze twee. Alleen, ze hebben niet zulke dikke boeken geschreven, wat het ze weer een stuk toegankelijker maakt. Maar met name Georges Bernanos is ook zo'n katholieke auteur die personages uittekent waarmee hij heel diep in hun ziel kijkt. En daarmee eigenlijk de mens in hun ziel laat kijken. Dagboek van een dorpspastoor. Of Onder de zon van de Satan zijn de meest bekende. Dat tweede waar ook de duivel als een personage naar voren komt. Om een priester die aan wanhoop leidt. Eigenlijk is de donkere nacht van de ziel waar hij in zit.
En de duivel die hem dan eigenlijk naar het atheïsme probeert te brengen. En dat zijn een beetje onze westerse Dostojevski's, zou je zeggen. Reinhold Schneider, iemand die zelf een groot melancholisch karakter had. Die eigenlijk ook heiligen op een manier beschrijft dat hij hun innerlijke strijd wil weergeven. En de menselijke ziel daarin probeert als een spiegel voor te houden. Dit zijn ongetwijfeld naast vele anderen degene die een beetje in onze kijk, vanuit onze traditie, hun talenten in dienst hebben gesteld om door mooie boeken te schrijven, mensen op de goede weg te brengen. Ten slotte, een jaar voor zijn overlijden heeft Dostojevski een lange reden gehouden. En toen hij die gehouden had, waren de toehoorders buiten zichzelf onder de indruk. En ze riepen: uw boeken hebben van ons betere mensen gemaakt. En dat is iets prachtigs. En ze riepen: u bent een genie, u bent een heilige, u bent een profeet. Dat laatste misschien wel, heilige niet, genie was die absoluut. Het is eigenlijk mooi om te zien dat dus niet alleen de heiligen, laten we zeggen, de kerk vooruit helpen en mensen vooruit helpen, maar ook diegenen die hun talenten in dienst stellen van de Heer, zodat het bijna gaven kunnen worden, waardoorheen Christus ook de harten kan raken. Dat over Dostojevski, wat maar een minuscule inleiding is op dit leven en vooral op dit enorme werk van deze grote schrijver. Dan gaan we over 2 weken helaas al de laatste keer in deze serie. Want het is wel heel mooi om zo in die Oosterse kerk weer, Oosterse kerken rond te kijken, naar het hele merkwaardige fenomeen van de heilige dwazen in Christus. En na Pasen gaan we een beetje een andere insteek nemen. Dan gaan we uit de traditie van de katholica, van de katholieke kerk, heilige biografieën opspeuren. Maar daar hoort u later dan wel meer over. We stellen hier normaal geen vragen bij. Mochten er vragen zijn, kan je die altijd per e-mail aan mij stellen. Suggesties, aanvullingen. Maar er zijn al heel veel woorden gesproken. Ik ga afsluiten met een avondgebed uit de Oosters-Orthodoxe traditie. En zal daarna ook de zegen geven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, Zoon van God, omwille van uw eerbiedwaardige moeder en uw onlichamelijke engelen, uw profeet en voorloper en doper, de door God sprekende apostelen, de stralende en overwinning dragende martelaren, de heilige en goddragende vaders, en door de voorspraak van al uw heiligen, bevrijd mij van de drukkende aanwezigheid van de demonen. Ja, mijn Heer en Schepper, die de dood van de zondaar niet wenst, maar dat hij zich zou bekeren en leven, schenk mij, ongelukkige en onwaardige, de bekering. Ontruk mij aan de muil van het schadelijk serpent, dat zoekt mij te verslinden en mij levend in de Hades wil slepen. Ja, mijn Heer, mijn trooster, die omwille van mijn ellendige toestand u met vlees hebt bekleed, ontruk mij aan de ellende en troost mijn ellendige ziel. Plant in mijn hart het verlangen om uw geboden te volbrengen en de slechte daden te verzaken, zodat ik de gelukzaligheid mag verwerven, want op u, Heer, heb ik al mijn hoop gesteld. Red mij. Al goede moeder van de al goede koning, al reine en gezegende moeder van God, Maria,
Stort overvloedig de erbarming van uw Zoon, onze God, uit over mijn ziel. En leer mij door uw gebeden het goede te doen. Mogen dan de overige tijd van mijn leven zonder zonde voorbij gaan. En ik door u het paradijs vinden. O Moeder Gods en Maagd, Gij alleen reine en gezegende. Engel van Christus, mijn heilige beschermer, behoeder van mijn ziel en lichaam, vergeef al mijn zonden van deze dag en verlos mij van iedere tegenstrijdige duivelse werking, opdat ik door geen enkele zonde mijn God vertoren. Bid voor mij, zondige en onwaardige dienaar, opdat ik de goedheid en barmhartigheid van de alheilige drie-eenheid, van de moeder van mijn Heer Jezus Christus en van alle heiligen waardig mag zijn. Amen. En zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.